En als ik je wat vraag. Wat zie je? Je ziet allerlei, je ziet dat je ogen patronen willen opleggen. Bijvoorbeeld daar is een soort onderbroken regelmaat in de stip. Het zijn allemaal stippen, er loopt helemaal geen lijn, maar je oog ziet daar een lijn. Als je goed kijkt, zijn het stippen die net iets naast elkaar liggen. En dit is, ik heb vandaag weer uitgebreid naar allerlei microscoopbeelden zitten kijken van onze cellen en onze mini-orgaantjes. En dan doe je hetzelfde. Je kijkt naar patronen, waar zitten die cellen ten opzichte van elkaar. Lijkt het maar zo of is het echt zo? Soms moet je gewoon kijken en ineens zie je, daar zit een patroon wat ik nooit verwacht had. En dat is dit eigenlijk ook. Kijk, daar zit er nog zo in. Dat is helemaal geen lijn. Dat zijn twee tegen elkaar aanbotsende vlakken van stippen. En het oog maakt er een lijn van. Dus je moet die beelden proberen op te laten komen. En vervolgens meteen afvragen, of je moet, dat doe ik. Is dat nou echt? Is dat een echt patroon? Of is het iets wat ik in mijn hoofd bedacht heb? En het is gewoon puur toeval. Of het gebeurt maar één keer, ik zie het nergens anders. Maar als je rondkijkt, dan zie je datzelfde fenomeen op een aantal plekken in dat schilderij. En wat zij doet, het zijn allemaal stippen. Dit zijn ook allemaal stippen. Dat lijkt een soort zandpad. Daar loopt de mountain lizard. Dit heet Mountain Lizard Dreaming. Daar heeft ze honderden schilderijen van gemaakt. Dat is een heel symbolisch verhaal. Het heet altijd Dreamings. En dan heeft ze daar dat kruis doorheen zitten altijd. En dat zijn echt stevige halen. En hier is nog zo'n lijn, die zit er ook altijd in. En dat breekt op een of andere manier enorm dat hele stippenpatroon. En tegelijkertijd focust, natuurlijk zo'n kruis doet dat, maar focuseert het ontzettend waar je naar wil kijken. En zo gauw je hier in het midden kijkt, dan gaat dit allemaal bewegen. Eigenlijk leeft het. Ja, het is een levend schilderij, ja. Deze en de mini vind ik wel echt de beste. Dat is exact hetzelfde sensor. Hè?